We mogen niet ontevreden zijn, heer Blankendaal. We hebben een hele goede voorbereiding gehad. En we hebben dus ook in de gang naar deze dag alles in het werk gesteld om het tot een succes te maken. De boodschappen die waren duidelijk. En daar kan niemand een andere interpretatie aan geven. Hoezeer ik dus dat ook hoor vanuit het kamp van de VAP. Ze zijn heel druk bezig overuren te maken om de waarheden die daar aan de orde zijn gekomen te destabiliseren. En het is jammer om te moeten aanhoren dat ze constant door blijven beuken op onwaarheden en laster. Maar we hadden het ook niet anders verwacht. Waarschijnlijk zijn zij zelf ook geschrokken van de opkomst van het volk. En alles wat dus daar aangegeven is, is niets meer dan de waarheid. En we weten dus dat de VHP, voornamelijk de VHP'ers, op gespannen voet leven met de waarheid. Dus we moesten de waarheid daar die avond aankondigen. En dat heeft dus hen ook diep geraakt. Vandaar dus dat ze in de wilde weg om zich heen slaan op dit moment, in allerlei berichten. In plaats dus dat zij tot één keer komen, zien wij dus dat ze op dezelfde voet doorgaan. Tegelijkertijd wordt er gezegd, de NDP is niet met oplossingen gekomen. En datgene de heer Boudersen aanhaalde van een nationaal dialoog, is de VHP al sinds voor de verkiezingen mee bezig om overleg te voeren, tripartiet overleg. Hoe kijkt u hiernaar? Nou, het is anders wanneer de heer Boudersen zegt nationaal dialoog. Toch? Wanneer de VHP of de regering zegt dat zij praat, dan praat zij in het kader van de maatregelen die ze getroffen hebben, de moordende maatregelen die ze getroffen hebben. En dat ze dus nu zoveel mogelijk proberen om voornamelijk de bevriende vakbonden achter zich aan te krijgen. Want hoe kun je eerst zodanige maatregelen invoeren die het volk pijn doen, die het volk enorm hebben getroffen, zonder dat je dus een sociaal plan daar tegenover hebt. En achteraf aan tafel gaan zitten met de vakbonden, is natuurlijk kokosnoten naar coronie brengen. En het resultaat zal natuurlijk ook niet in het voordeel van die samenleving zijn. Wanneer de heer Boutersen praat over nationaal dialoog, dan denk ik dus dat je ook mee moet nemen alle sociale partners, alle maatschappelijke groeperingen, alle politieke partijen, toch? Dat is nationaal dialoog. En er is ook gezegd van de NDP had ook kunnen aangeven van waar de heer Hoefdraad is. Nou, dat is natuurlijk iets waarover wij... we laten het over aan het Openbaar Ministerie, waarvan die beweerd had dat hij op de opsporingslijst van Interpol heeft gestaan of stond. Dan laten de internationale organisaties hem dan gaan zoeken. Toch? Ik vind dat natuurlijk een lachertje, hoor. Ik weet niet waarom men dat constant zegt, hoor. Ik weet het niet. Wij als NDP kijken naar wat er nu gebeurt in het land. We hebben voorstellen aangedragen. We hebben gezegd, regering Santokki, kom uw belofte na. Dat hebben we gezegd met betrekking tot de orde en de veiligheid. En we kunnen zeggen dat alles prima is verlopen. Er is een heel goede samenwerking geweest. En we danken de politie voor hun optreden. De COVID-maatregelen zijn overtreden. Als we kijken naar het aantal mensen dat daar was. Nou, wij hebben ervoor gezorgd dat iedereen een mondmasker op had. Sommige mensen moesten we persoonlijk via de microfoon aanmanen, toch? Maar je hebt niet alles in de hand. Maar al met al denk ik dat wij binnen de marge zijn gebleven van de veiligheid.